Sjaak, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Gaat lekker. Om even bij het begin te beginnen. Kun je herinneren wanneer de eerste keer was dat je dacht, hip-hop, dat is voor mij? Of rap? Ja, de eerste keer hip-hop. Laten we zeggen muziek. De eerste keer muziek. Ja, toen ik echt, ik was nog jong man. Ik was 5, 6. En dan, vijf, zes, zeven jaar zo ongeveer. En steeds als ik, het was de tijd van een bandje, als je nog bandjes zeg maar. En dan denk ik, ga ik mijn eigen tapejes maken, weet je, op de radio. En dan zat ik de hele dag thuis. En dan steeds als er een leuk nummer kwam op de radio, dan nam ik het op. Wat voor soort... Die tijd dat je Coolio van Gangsta Paradise, weet je, dat soort dingen. Had je Nate Dogg en die andere gasten, zo, ik ben zijn naam kwijt. En dat je Snoop Dogg. Dat soort dingen dat ik kan op, man. En waren er een paar artiesten of een bepaalde nummers die echt heel belangrijk voor je waren op dat moment? Nee, niet echt, man. Dat was gewoon in het algemeen? Dat was gewoon algemeen, man. Algemeen, man. Want die tijd had je ook die house nummer, die beetje house nummer, dat je Tour Limited en zo, dat soort dingen. Dat nam ik ook gewoon op, man. En daar luister je ook gewoon graag? Natuurlijk, man. Je neemt dan zelf bandjes op. Hoe ontwikkelt dat zich verder tot zelf ook echt gaan rappen? Ja, later. Toen was ik nog jong, zeg maar het had niks met rap te maken. Zo. Ik vond gewoon muziek gewoon lekker. En zoals ik zei, met bandjes nam ik op, zeg maar. En dan had ik wat om naar te luisteren als we met de familie naar Marokko gingen, weet je. Had je Walkman, weet je, die bandjes kun je luisteren en shit. En jaren later, ja, in het buurthuis. Het was gewoon eerst buurthuis en toen daarna hebben ze een muziekproject voor ons gestart. Oké. En dus, het was gewoon buurt en boven kun je zeg maar muziek, kun je muziekdingen, de beats maken of whatever. En toen ben ik me een beetje erin gaan verdiepen, man. Toen was ik, en ik had zeg maar een tekst gemaakt en had ik opgenomen. En dat klonk best, voor mij klonk best wel leuk. Ik dacht van, oké, gruwelijk. En toen was ik gewoon verliefd, toen was ik echt gewoon verliefd op rap en toen was ik ongeveer 14. Ja. Weet je nog waar de tekst over ging? Nee, dat weet ik al lang niet meer. Ja. Dus nou, Shaq maniaken met de bijlen, weet ik veel, allemaal, dat soort dingen allemaal, weet je. Ja, ja. Ja, toen je net begon, waar ging het in het algemeen over dan? Ja, gewoon stoer doen toch. Ik slaap je, ik steek je, dat soort dingen allemaal een beetje gewoon toch. Daar ging het een beetje allemaal over, man. Eigenlijk helemaal nergens, man. Maar het gaan sowieso helemaal nergens over, dus... Maar op een gegeven moment, ik geloof je deed het samen, want samen met anderen? Want... Ja, met de hele groep. Want is, voordat ik erbij kwam, waren ze al een groep. Had je al een stuk of 8 mensen die rapten. Tenminste, die muziek maakten dan of whatever. En later kwam ik erbij, zeg maar. En later, toen de buurthuis zag, ze zagen zeg maar, het muziekproject, dat ding wat ze hebben gedaan, het werkt wel. Dus later kregen we gewoon echt volle dagen dat we de hele dag muziek konden maken. En toen, ik denk een jaartje later of zo, toen kwam internet. Mm-hmm. Toen had je internet, dat was nieuw. Ja, dat en had je Napster, dan kon je beats downloaden, weet je, dat soort dingen allemaal. Zo. En je kon, er was zeg maar zo'n gast daar al, Remy. En die wist alles van muziek, man. Die nam voor ons op en die wist alles gewoon, weet je. En dat was ook zeg maar, zijn dingetje samen met een andere gast, Niels, die gast. En die deden die jongen voor ons allemaal, man. En ze werkte in het buurthuis. Los van de buurthuis zelf, één keer in de week of zo had je zo'n jam sessie. Kon je jammen, weet je, met de band of zo, whatever. Zo, gewoon had je drummer en had je dit en dat was er één keer in zoveel tijd. Maar niet echt studio of zo, dat kwam allemaal later erbij. En zo is het een beetje allemaal begonnen, man. En je noemt dat project, is dat ook, want ik kan me voorstellen dat als je... Het was eerst, zoals ik al zei, het was eerst de buurthuis. We hebben zo'n echt een klein muziekprojectje gedaan. En nu is Tiako helemaal, het was zo'n succes geworden. Dat gewoon, dus het is geen buurthuis meer, het is gewoon echt muziekcentrum. Okay. Weet je, voor jongeren met talent of die iets met muziek willen doen, camera, wat jij interviewen. Alles wat in media te maken heeft, zeg maar, dan kun je daar ook niet gewoon doen. Dus ja, het is wel echt veranderd. Oké, maar in die periode van je leven, dan kan ik me voorstellen dat het veel afleidingen zijn van alles. Maar is dan zo'n buurthuis de kans die je krijgt om muziek te maken? Ja, zeker. En ik vind als je zo'n kans krijgt om je ding te doen en je vindt het leuk, dan moet je het gewoon doen.
Want kijk, thuis had ik geen shit om muziek te doen, weet je. Dus, en ik woonde echt om de hoek, gewoon van de buurthuis. En ik had altijd, zeg maar, access voor intree. Ook al was het buurthuis dicht, was er wel altijd iemand die binnen was, bij wie ik binnen kon komen. En lekker achter de pc gaan zitten en mijn beats gaan maken en kloten en weet ik wat allemaal. En dan zat ik echt uren achter gewoon, man. Echt uren. Van laten we zeggen, ik heb wel eens gezegd van 12 uur middags gewoon tot 6 uur ochtend gewoon echt alleen maar dat soort dingen gewoon. Begon er op dit moment ook een ambitie achter te zitten? Zo van... Dat je iets mee wilde, zeg maar? Nee, ik wilde nooit iets mee bereiken of zo, man, eigenlijk. Dat was nooit mijn... ik vond het gewoon leuk om te doen, man. Dat was meer het ding. Wanneer kwam dat omschakelpunt dan? Dat je dacht van, oh, misschien kan ik hier wat mee doen? Nou, na de clip van ik heb schijt. Want toen na de clip kreeg ik opeens allemaal belletjes en zo van labels en weet ik veel wat allemaal. Toen dacht ik, oké, is goed, we gaan kijken hoe dit gaat. Sowieso, mijn familie was trots, weet je. Dat ik ook, en voor mij was het ook leuk dat ik eindelijk iets deed waar iedereen blij mee was. En ik ben nu hier, weet je. Dus, ik heb geen spijt ervan of zo. Ja, kun je me even door het proces nemen van hoe ik heb schijt tot stand was gekomen? Hoe is jouw bijdrage daaraan? Het was gewoon een normale dag. Ik was in de buurthuis en appa kwam langs. En die vroeg aan mij, ik heb een nummer. Wil je erop komen? Ik zei, is goed. Nou, had ik een nummer geluisterd. En we hebben nog die dag nog tekst gemaakt, opgenomen. Dat was het. En toen daarna... Hij liet het nummer horen volgens mij aan Jim van Habbekrats. Die zit nu ook bij Yellow Claws, zeg maar. En die had al een clip voor Appa opgenomen met Naffer, Schijf aan de Kant. En toen hoorde hij van ik heb schijt, dat het nummer gehoord, zeg maar. En toen waren ze de clipmaker ervan, gratis en al. En ja, ik had eerst mijn twijfels van, ik ga echt niet in een clip of zo. Ik ben niet van die dingen. Waarom dacht je van? Ja, ik woon toch in de buurt, in Oost. Ja, dat gaat moeilijk als je een clip zo... Ja. Ze gaan je uitlachen, dat soort dingen. Dus dan moet ik, elke dag moet ik dat gaan aanhoren, anders heb ik dat liever niet. Weet je? En toen, ja, na een tijd dacht ik, ja, fuck it, ik doe het gewoon. En ik heb het gedaan en het is, je ziet het. Wat was de reactie dan daarna? Kreeg je veel van die mensen die het erover hadden? Ja, alleen maar, man, alleen maar. Ik liep op straat en overal werd ik heb schijt geschreeuwd, weet je, uit auto's, uit overal, weet je. Dus dat. Het was wel echt een anthem, gewoon. Ja, want het is een vrij vijandig nummer, laat ik het zo omschrijven. Ja, ik weet niet voor wie, maar tenminste voor Appa's tekst dan. Is gewoon echt politiek gericht. En zo zie je, wij zijn echt verschillend. Hij is een beetje meer een serieuze type ook. Want dat is iedereen... Ja, zo word je een beetje, zo word je jezelf, zeg maar. Je bent je eigen ding, zeg maar. Dus Appa is Appa. Waarom? Dat hij zo, ja, dat is zijn ding, ja, toch? En ik ben echt, ja, Sjaak, ja, ik maak wel af en toe grappige teksten. Echt, bijna nooit serieuze teksten of zo. Echt van, ik heb het moeilijk. Iedereen heeft het moeilijk en struggelt en weet ik veel wat allemaal. Dus ik hoef ze nog niet nog een keer te herinneren van, hey, weet je? Ik heb liever dat ze horen van, hey, ja, toch? Andere dingen dan drama. Weet je waar deze positiviteit of deze humor, zeg maar, vandaan komt? Was je als... Het was altijd al zo, man. Ja. Was altijd al zo. Ja. Was in de klas ook die clown en zo, dat soort dingen allemaal. Als ik gewoon 3 dagen niet op school kwam, dan werd ik gewoon gebeld. Kom alsjeblieft, dat soort dingen gewoon. Ja. Je wordt gewoon gemist, laat ik zo zeggen. Je wordt gemist op je school, ja, dan zit je wel goed, toch? Dus het was ook wel een beetje... Je kreeg een soort van imago door? Ja. Sowieso, tuurlijk. Maar wel iemand, ik zet wanneer van, ik kan lachen alles. Maar als je fokt, dan fok je wel, man. Dan denk ik, wat, ik laat me niet over me heen lopen, nooit. Nee, okay. Dat niet, man. Dus ja, dat. Maar voor de rest, gewoon relaxed, man. En ja, er was ook enigszins politieke ophef over, zeg maar, over dat nummer. Ja. Deed dat iets met je? Nee, man. Dat was ook gewoon dat ik schaad, whatever, man. Daar hoorde je verder ook niks meer van of zo? Ja, ik zag op tv en zo dat ze erover gingen praten, zo, die tijd, maar het deed me echt niks of zo, whatever, man. Ik vind politiek sowieso al bullshit, dus... Ja, voor jou was het dus niet zozeer... Nee, man, ik ben niet met politiek, ik hou niet van politiek. En ik stem nog steeds niet. Dus I don't give a fuck waar mijn stem gaat, dus dat... Ik vind de politiek gewoon echt tinken niks voor mij, man. Dat moet ik ook niet... Daar ga ik ook geen nummers over maken.
Niks, man. Van waar? En als je kip schijt hoort, hoor je mijn tekst gaat helemaal geen één woord over politiek horen. Maar meer straten, shit, dat wel. Van waar deze afkeer tegen de politiek? Ik weet niet, man. Ik weet niet, man. Nooit prettig meegevoeld? Nee, man. Ik heb gewoon niks met dat, man. Met dat debat en over. Het is wel goed, hoor, daar niet van, man. Het heeft geen effect op mij, hoor. Maakt niet uit wat ze zogenaamd veranderen. Die dingen wat ze veranderen door al die tijd, hoor, is alleen maar erger geweest. Dus voor mij is het echt niks.